Henk, wat fijn om je weer even te zien. Ik denk dat ik namens de hele organisatie van SC Cambuur spreek dat we je ontzettend missen. En ik denk dat de belangrijkste vraag die heerst bij iedereen, hoe gaat het met je? Nou, laat me eerst zeggen dat ik jullie ook mis. Want we hebben het natuurlijk fantastisch altijd. Maar ja, het is natuurlijk, ik doe niks meer. Hè? En ik help Diana wat met dozen plakken. Maar voor de rest, ja, doe ik niks. En in principe gaat het goed met mij. Hè, want ik ben altijd, ik zie altijd, ik sta reëel in het leven. Hè, maar het is natuurlijk kloten. Hè, dat je werk kwijt bent, dat je niet kan doen wat je leuk vindt. Hè, daar word ik gewoon in belemmerd. En ik was trainer van een fantastische club. Een volksclub en fantastische mensen. Dat valt in één keer weg. Ja, dat was heel vervelend, maar het was ook een opluchting voor mij. Wat mis je het meeste? Ja, iedere dag met mijn jongens op kantoor, met jullie op kantoor. De mensen die op de tribune zitten, iedere dag te kijken naar de training. Maar vooral ook het werken met een groep, hè, individuele gesprekjes. Dingen voor elkaar krijgen, goed voetballen. Ja, dat mis ik gewoon. Ja, dat zal misschien nooit terugkomen en dat is wel een apart gevoel. Je zegt misschien, is er toch nog ergens hoop dat je in ieder geval weer aan het werk kunt? Ja, kijk, ik zat eigenlijk in een machteloze positie. En niet alleen ik, maar het zijn heel veel mensen in Nederland die dezelfde kiste als mij hebben, een pineale kiste. Waarvan de ene dokter zegt, hoef je niks aan te doen, want je moet rust nemen, je hebt te druk gehad. Maar die van mij en van veel andere mensen, die is veel te groot die kiste, dus die drukt ergens op. Dus die klachten die gaan gewoon niet weg. Dus eigenlijk ben ik gewoon machteloos en heb ik geluk gehad dat ik toch een beetje door het voetbal bekend ben in Nederland. Niet veel hoor, maar een beetje. En een internist, intensivist uit het ziekenhuis in Eindhoven, het Maxima UMC, dat is Jos Eikenboom. Die heeft mij via LinkedIn benaderd en eigenlijk bood hij ook nog zijn verontschuldiging aan dat hij mij wil helpen. Nou, ik was zo blij als wat. Maar zijn vrouw, Linda, die heeft precies hetzelfde gehad dan mij. Dat wisten we niet van elkaar, maar dezelfde kiste. En die is geholpen, geopereerd. Dat is een dikke operatie. Klaar, die nemen we op een kooptoer. En die is eigenlijk bijna direct van haar zichtklachten, haar pijn in het hoofd, de tintelingen overal in het gezicht, in je armen, is ze verwijderd. En de vermoeidheid, hè, want dat is natuurlijk heel vervelend. Dus die heeft hulp gehad en ik hoop dat ik daar ook voor in aanmerking kom. Dat hoop ik binnenkort te horen. Ja, en dan wordt mijn leven weer anders. Anders is het wel... Kijk, ik zie overal de positieve dingen van in, hoor. En ik mag niet klagen met wat er in de wereld gebeurt, wat er om me heen gebeurt. Maar ik wil graag weer lekker aan het werk. Lekker met jullie aan het werk. Door het stadion lopen of iets anders gaan doen, hè, als het moet. Nou, en daar heb ik hoop op dat kan. En heb je met de arts besproken hoe intensief die operatie is? Hoe zwaar is dat? Ah, ik heb met Jos en Linda heb ik dus gesproken. Die zijn hier geweest bij me thuis. En dat is best wel uniek natuurlijk. En die hebben mij verteld wat er gaat gebeuren. Daar ben ik wel van geschrokken. Dat is best pittig. Maar ik moet eerst nog afwachten, want ik moet nog op bezoek bij de neurochirurg. En ik hoop dat die mij gaat helpen. Hè? Dus dat moet ik eerst afwachten. Er zijn gelukkig heel veel mensen die ook steunen. Ook vanuit de voetbalwereld duizenden reacties gehad, zei je al. Ja. Onder andere ook Jurgen Klopp zelfs, hè? Ja, maar echt uniek. Maar ook mensen die me willen helpen. Harry Vermeegen belt me altijd, hè, maar die heeft contacten in Amerika. Wilfred Genezen, Henk, ik heb allemaal contacten. Ik wil helpen. Maar zo is het ook uit de voetballerij zelf. Ja, bijna van ook geen club, hè, belang. Hè. Het is gewoon... Maar wat ook vaak zijn, voetbal is betrekkelijk, maar er is geen clubbelang. Het is van alle clubs door elkaar heen, maar ook gewoon supporters van clubs. En ook Jurgen Klopp en Pepijn Leinders. Ik heb hem ontmoet toen bij NEC, tegen elkaar gespeeld. Een goede klik met die jongen, vind ik leuk. Zijn die types Arne Slot, Sander van Heijden, echt jongens die echt heel goed het voetbal in het hoofd hebben. Dat vind ik mooi. En ik kreeg van Pepijn en van Jurgen Klopp een fantastisch bericht. Ja, dat soort dingen doet je wel heel goed. Maar het houdt eigenlijk niet op. Het is, zeker in het begin was het net een bedevaartsoord hier. Dus ik heb de buren ook maar wat gegeven. Hè? Want ja, het hele huis stond hier ook vol met attenties. Het doet je wel goed, de warmte die je krijgt. Echt speciaal, hoor.
En los nou ja, van de ziekte natuurlijk, speelden er natuurlijk nog meer dingen ook in je leven. Heeft dat allemaal een plekje kunnen krijgen? Ja, mijn vader is 4-5 weken terug overleden. Vrij plotseling. Aan het gevolg van de ziekte van Lyme. Dat is een tekenbeet. Ja, een zonde. Hè. Ik ben stapelgek met mijn vader en mijn moeder. Hè. Ik ben blij dat ze er beiden naar waren. Maar we leven wel in de realiteit 81 jaar. En we hebben nooit geweten dat hij een tekenbeet had. Maar daar kreeg je hartklachten. Toen ging dat heel snel. Alleen, ja, 81 jaar. Altijd geweldig geweest voor ons. Super trots op mannetje. Dus hij is er niet meer. We missen hem. Ontzettend. Hè? Nu ook met de kerstdagen en nieuwjaarsavond is hij er altijd. Het is een unieke man. Ik werd heel veel aangeschoten op straat. Dat de mensen zeiden, hey, Henk, hoe is het? Ik zei, ja, het zou wel over voetbal gaan. Hoe is het met je vader? Want hij was conciërge op LTS hier. Dus heel veel mensen kennen hem. Maar hij is niet meer onder ons. Maar daar kan ik wel goed mee omgaan. En mijn moeder ook. En mijn broertje, mijn zusje ook. Dat leven we wel in de realiteit. En nou ja, dan kun je ook zeggen van je moest gedwongen uit de voetbalwereld, hè, vanwege je ziekte natuurlijk. Hoe fijn is het dan wel dat je bij je gezin kan zijn, hè, dat soort momenten dan ook intens kunt beleven met elkaar? Ja, dat zegt Diana ook, hè, mijn vrouw. Dat ik nu gewoon veel meer thuis ben, dat is ook. Ja, ik heb ook een familieleven, heb ik eigenlijk nooit gehad. Hè. Ik ben met mijn hele gezin 1 keer in mijn leven op vakantie geweest. Ja, en ik ben bijna 58, de jonge grote jongens die zijn al bijna 26. Daar ben ik 1 keer mee op vakantie geweest met de 4 kinderen. Maar dan kom je altijd door met voetbal. Dat heeft elke trainer. Hè? Daar zeuren we ook niet om, want we hebben het ook goed. Hè? Maar ja, ik help nu Diana's wat. Hè? Diana heeft daar een webshopje, Frieske cadeaus. En een cadeaushop. Nou ja, dan ben ik wat. Ik zei, misschien kan je wat subsidie voor me krijgen. Hè? Dat ik die dozen wat in elkaar zet. Want dan moet ik ook nog goed de koppen bij, want ik heb 2 linkerhanden. Ik kan eigenlijk alleen maar wat training geven. Maar ja, dat is ook wel weer mooi, de warmte die je hebt met elkaar. En afstand nemen, dat lukt de trainers denk ik nooit helemaal. Volg je Cambuur dan ook nog intensief? Ja, ik volg alles. Alleen ik bemoei me nergens meer mee. Ik ben toen weggereden. Hè, toen Ruben, mijn zoon en Pascal dat zeiden. Denk, je moet een weekje vrij nemen. Toen ben ik naar huis gereden. Toen ben ik eigenlijk nog niet weer geweest. Omdat ik vind dat je niet mensen voor de voeten moet lopen. Als ik daarom loop of ik zeg wat, dat wordt altijd uitvergroot. Ik wil niemand voor de voeten lopen. Hè, en binnenkort dan kom ik weer. Dan kom ik mooi kijken met mijn dochter samen of met mijn jongens. En dan ga ik mooie wedstrijden kijken. Maar verder ook niet. Ik bemoei me nergens mee. En hoe kijk je naar de club nu? Met Sjors als opvolger natuurlijk. Ik vind. Kijk, we speelden tegen Fortuna Sittard. Die wonnen we dan 1-4. Maar toen heb ik wel na de tijd gezegd. Sjors, misschien ben je wel een goede opvolger voor mij. Ik wist niet dat het zo snel was natuurlijk. En nou, dat heeft hij goed onthouden. Want ik heb hem ook bericht gedaan. Want hij deed mij bericht. Henk, zonder hem moet stoppen. Ik zei, jongen, is niet wat voor jou. En ik denk dat hij is een jonge vent. 6, 37 jaar. Goede ideeën, heeft een goede staf eromheen zitten. Heeft een goed idee van voetbal, ook hoe hij het wil hebben. En wat voor Cambuur ook belangrijk is een goed mens. Het is een menselijk mens. En dat is in de trainerij ook wel goed, denk ik, bij Cambuur. Dat er ook meer is dan alleen het voetbal. Tuurlijk word je afgerekend op voetbal, dat weet ik wel. En hij zit niet achter elke boom een vijand. En dat moet je bij Cambuur zeker niet hebben. Want het is ook een kritische club. Terwijl diezelfde mensen die kritisch zijn, gewoon een dag later gewoon hartstikke lief zijn. Maar niet achter elke boom een vijand zien. Ik denk dat heel belangrijk is. En ik denk dat hij dat kan. En wil je ook nog iets meegeven aan de mensen, supporters? Nou, het is duidelijk dat we. Kijk, we komen net steeds wat tekort. Het is steeds 1 doelpuntje verschil. We hebben kansen genoeg, zeker in het begin. Kansen genoeg gehad. Dus je moet een keer net over dat randje. We krijgen een fantastische maand januari. Ja, we kunnen maar 1 ding doen als we in de Eredivisie blijven. Hè, dat we misschien nog wat versterking krijgen. Hè, daar moeten we naar kijken of dat lukt. Maar we moeten dus 1 blok achter die groep staan. En best kritisch, maar het mag niet omslaan in negativiteit. Want dan heb je maar 1 mee te pakken. En dan ben je zelf als club. En dus dan zullen anderen zeggen, oh wat leuk dat ze dat doen. Dus met z'n allen erachter staan. Je zult het niet overal mee zijn, maar dat kan niet. Want een trainer kan niet alles doen wat iedereen wil. He, dus erachter staan,
één blok vormen, Cambuur, want dat zijn we, één blok. Ja, dan hebben we kans om gewoon erin te blijven. En dat moeten we, want het nieuwe stadion komt er.